Deze nieuwsuitzending behelst een preek, want ik heb ontdekt dat preken is het leukste. Dan mag je stiltes laten vallen en jullie gaan lekker achterover zitten en luisteren naar mijn stem. Ook. En naar wat ik te zeggen heb. Ik ga mijn dochter, die is bijna 18, die zie ik komende vrijdag. En die ga ik vragen om naar deze uitzending te luisteren. Want zij is atheïst. En dat bevalt mij voor geen meter. Atheïsme is net zoiets als dat je zegt, ja, ik heb geen Down syndrome, zoals die favoriete jongetjes van Paul de Leeuw. Maar ik ben wel, Down syndrome mensen wil ik niet beledigen. Ik zou moeten zeggen, een atheïst is dommer dan iemand met Down syndrome. Ja, ik wil het niet hebben over Down syndrome. Ik wil het hebben over atheïsme. En mijn dochter is atheïst. Ik heb dat met vuur en zwaard willen bestrijden, maar werd tegengehouden door haar biologische moeder. En die had het over de vrijheid van geloofsuiting en je mag niet indoctrineren. Nou, dat zal ik allemaal best wel. Ik heb mijn dochter toen ze 11 was nog een stukje voorgelezen van Arthur Schopenhauer, die zei dat je zaken zoals metafysica of het geloof, whatever, dat moet je niet te vroeg bij kinderen door de strot duwen. Want ze snappen er toch niks van. Ze worden hooguit geloof verdwaasd. Nou, inmiddels is mijn dochter bijna 18. Dat scheelt nog maar een paar weken. En nu is die feesttijd voorbij. Zij gaat hier naar luisteren. Vroeg of laat. Eerder gisteren dan vandaag. In de Bijbel staat in Genesis 1 vers 1. In den beginne schiep God hemel en aarde. In the beginning God created the heaven. Eenvoud, and the earth. Die frase die correspondeert met de werkelijkheid. Dus is die waar. Het enige probleem is dat hij die frase dan, dat die frase geen consensus is. Als je vindt dat een consensus er alleen maar kan zijn wanneer meer dan de helft of 90% van de mensen de frase aanneemt. En dan zeg je dat is een consensus. Dat is niet helemaal een consensus. Een consensus is dat meerdere mensen de frase erkennen. En dat 90% van de mensen te stom zijn om de Telegraaf te lezen of de Volkskrant. Ze consumeren alleen maar letters, ze begrijpen niks. Ja, die mensen komen niet tot een consensus. Mensen die begrijpen dat Genesis 1 vers 1 in den beginne schiep God hemel en aarde. Dat is een consensus. En daar kunnen mensen aan aanhaken. De derde theorie over waarheid is dat die waarheid relevant moet zijn. Hij moet ergens toedienen.
Samengevat, waarheid is het corresponderen van het woord met de werkelijkheid. Het is een consensuswoord waar iedereen mee kan inhaken. En het moet relevant zijn. Nou, Genesis 1, vers 1 is de waarheid. Dat correspondeert met de werkelijkheid. Het is een consensuele zin. Het is een zin waarmee je in kan haken. En hij is relevant. Ik ga even frot aan mijn microfoon. Ik ben iets vergeten, denk ik. Oh nee, hij staat wel goed. Altijd zorgvuldig zijn. Het is toch een preek. Nou, wat staat daar nu precies in Genesis 1, vers 1? Uitgelegd voor mijn dochter, die bijna 18 is. Dus zij kan zich niet meer verschuilen achter het excuus wat Arthur Schopenhauer haar bevolkingsgroep heeft gegeven toen ze nog 11 was. Want uiteindelijk zal je eraan moeten geloven. En voor de rest is het één grote materiële, racistische, seksistische puinhoop. De tijd dat we dachten van nou, als we Adolf de vioolspeler, want dat is de verborgen naam van die meneer, Adolf Hitler. Ja, nou we die opgeruimd hebben, dan komt alles goed. Yep. En daarna kregen we de politionele acties in Indonesië, de oorlog in Noord-Korea, de Vietnamoorlog. En er zijn denk ik nog wat oorlogen tussendoor geweest die ik vergeten ben. Ja, maar als God bestaat en hij God is goed, dan waren die oorlogen nooit geweest. Tja. Punt 1. De zin. Aanhalingstekens openen. God bestaat, aanhalingstekens sluiten, is onzin. De zin is onzin. Want God is de veroorzaker van bestaan. God zelf bestaat dus niet. Je kan ook niet zeggen... Ja, als ik naar een schilderij van Rembrandt kijk, dan weet ik dat Rembrandt bestaat, want ik zie dat schilderij. En Rembrandt is al lang dood. Rembrandt was een schilder. Die heeft geleefd. Ja, God die leeft eeuwig. Rembrandt had daar geen last van. Maar Rembrandt zit niet in zijn schilderijen. Je kan niet een DNA-profiel maken van de nachtwacht. En dan zeggen van, kijk, dit is het DNA van Rembrandt. Rembrandt bestaat in zijn schilderij. Ja, het is even doordenken. Het is een kwestie van logica. En daar gaat het hele verhaal ook over. Dat het christendom, gesteund met het woord van God, wat wij de Bijbel noemen, dat zit logisch in elkaar. En dan kan je op je kop gaan staan en dan de atheïst gaan lopen uithangen, maar dat verandert niks aan de zaak. Je hebt een duidelijk onderscheid te maken tussen de schilderijen van Rembrandt en die paar foto's die van hem gemaakt zijn. Of verhalen die we wisten. Want dat ging over Rembrandt zelf.
En nee, Rembrandt zit niet in zijn schilderij. Er gaan heel veel dingen mis in deze wereld, dat weet u. Ja. Zelfs in mijn naaste omgeving. Ik ken moeders en vaders die van hun kinderen de gekste dingen verlangen. Ja, je bent mijn kind en ik ben je vader of je moeder. En je gaat nu maar dit doen, want vroeger moest ik altijd doen wat mijn ouders zeiden en nu ga jij doen wat ik zeg. Ik kan er van over mijn nek gaan. Daar ga ik het vrijdag met haar ook over hebben. Dat hoor je niet te doen. De vraag is dan natuurlijk, wie of wat is God dan? Nou, we hebben twee dingen. Het ene ding, dat heet materie. Materie bestaat uit atomen. Atomen bestaan uit elektronen, protonen en neutronen. En die dingen bestaan dan weer... Nou nee, die elektronen, die... Ik weet niet hoe elektronen in elkaar zitten. Zijn een soort golfdeeltjes of zo? En die neutronen en die protonen, die kan je dan splitsen en dan krijg je quarks en muonen. Kortom, korreltjes. Materie is korreltjes. Nou, die zijn. Zoals ik jou met een kilo zout op je hoofd sla, dan voel je wat anders dan dat ik jou een hufter noem. Kan je ook heel beledigd zijn, maar dat is maar een woord. Dan kan je je zorgen maken van waarom zegt Perry dat? Heb ik iets fout gedaan? Nou, misschien niet. Misschien was ik alleen maar chagrijnig. Ben ik niet vaak hoor. Ik ben opgewekt van gemoed. Nog steeds blijft dat de geest, het denken, is iets anders dan materie. Als je me niet gelooft, dan denk je even in het volgende experiment. Je hebt een soep gemaakt en er moet een beetje zout in. Nou, dan pak je je pot zout uit de kast, die zet je naast de pan. Dan ga je tegen die pot zout praten en dan zeg je tegen die pot zout, zou je niet deel willen nemen aan het grote feestmaal? En dat je dan verwacht dat dat zout dat begrijpt en dat springt dan vanuit de pot in de soep. Ja, kan je zeggen, maar zout, die kan niet springen, want die heeft geen spieren. Nou, ik zeg jou, zout kan niet eens horen dat jij tegen zout zegt, ik heb je liever vanuit de pot in de soep. En ik moet nu even de voordeur open doen, dus zal je alsjeblieft zelf eventjes in de soep willen springen. En dan ongeveer zoveel. Dat je een theelepeltje boven die pot zout houdt, dan zeg ik, ja, ongeveer zoveel. Een jump. Dat kan je lekker vergeten. Zout kan niet luisteren. Jullie wel. Ja, maar met van alles wat jij zegt, kan ik het niet zonder meer eens zijn. Ja, precies. Ik kan lullen tegen een pot zout tot ik een ons weeg. En dat is het dus altijd met me eens, want het zwijgt lekker. Ik kan ook lullen tegen een baksteen. Ja. Maar lullen tegen een mens, dat bedoel ik niet seksistisch, maar ik bedoel kletsen tegen een mens. Dat heeft gevolgen. En hoe kan dat? Heb je ooit twee potten zout ruzie zien maken met elkaar? Ik dacht het even lekker niet. Of je bent psychotisch. Maar dan kan je nu naar de allopathische medische industrie gaan. En dan moet je gewoon zeggen van ja, ik heb laatst de hele avond doorgebracht met twee potten zout. En zitten wachten tot ze ruzie kregen.
En toen ben ik depressief geworden, want ze kregen geen ruzie. En toen dacht ik, wat is dit voor een, flegmatische zoutpottenconfiguratie. En flegmatisch, dat betekent van, alles is goed. Ik wil zout kunnen kopen in de supermarkt wat een gesprek aangaat met een andere pot zout. Dan ben je gewoon zo gek als een deur. Materie kan geen werkelijkheid veroorzaken. Een werkelijkheid is dat wat we waarnemen. Dat zit er niet in. Er wordt over gefantaseerd hoor. Ik heb al die weten, nou niet allemaal. Maar de highlights heb ik gelezen met de Dancing Woolly Masters. Over de kwantummechanica en het zen-boeddhisme. Dat is een leuke poëzie. Maar het gaat niet over de werkelijkheid. En dat correspondeert niet. En het is niet relevant. En het kan geen consensus worden. Want wat heb je aan een maatschappij waarin iedereen denkt, ja, het is allemaal kwantummechanisch en wij zijn allemaal golfdeeltjes. En het is onvoorspelbaar wat we gaan doen. Zucht. Ja, want materie kan niet waarnemen. Deze stilte laat ik vallen, want ik dacht aan het woord punt. Ja, dat kan je nou wel zeggen, Perry, maar waar baseer je dat op? Dat materie niet kan waarnemen? Nou, ik heb je net verteld welk experiment je zelf kan doen. Ga maar praten tegen een muur. Zegt die muur wat terug? Pak je een klauwhamer en dan sla je een steen kapot. En dan denk jij, oh wat erg, want de steen is nou kapot. Nou, behalve als die steen was voor iets wat je nodig had en je hebt me per ongeluk kapot gemaakt. Ja, dan zit jij te janken. Net als die stratenmakers die ik hier bezig zie, die maken ook af en toe een steen kapot en dan is die hoek net even niet goed of hij is iets te lang. Ja, dan heeft zo'n stratenmaker er ook de pest in. Maar die steen niet. Want die steen kan niet waarnemen. En jij wel. Is het dan terecht dat iemand als ik zich afvraagt waar komt waarneming dan vandaan? Als materie niet kan waarnemen. Ja, maar als materie heel veel atomen bij elkaar, dat gaat waarnemen. Oh ja, en hoeveel atomen moeten er bij elkaar zijn om te gaan waarnemen? Ja, dat weten we nou nog niet, maar waarschijnlijk heel veel, want we hebben het getal van Avogadro. En Avogadro, dat spel je Anton, Victor, Otto, Gerard, Anton, Dirk, Richard, Otto. Avogadro. En dat klopt, dat gaat gewoon over tellen van atomen. Maar hoeveel getallen van Avogadro aan atomen heb je nodig voordat het kan gaan denken? Materie kan niet denken. Kunstmatige intelligentie bestaat helemaal niet. Je hebt een rekenmachine en dan kan je zeggen 3 en dan doe je enter. Dan doe je 4, dan doe je weer enter en dan doe je maal, vermenigvuldiging. Enter. Dan krijg je 12. Dat betekent niet dat een rekenmachine kan nadenken. Dus daar moeten we mee ophouden. Niet alleen mijn dochter, maar iedereen. Materie kan niet waarnemen. Materie kan geen conclusies trekken. Materie kan optellen en aftrekken,
als wij dat inprogrammeren, ja, dan wel. Een rekenlineaal, dat is ook zo'n mooi ding. Een rekenlineaal, dat is een... Kijk het maar op internet. Maar het is een soort schuifapparaat. En dan kan je sinus, cosinus, tangens... Je wil weten, wat is de tangens van 35 graden dinges? Dat is dan zoveel pi. Wat is de tangens ervan? En jij zit op je kop te krabben. Dan pak je je rekenlineaal en dan even schuif, schuif, schuif. En oh, is het zoveel? Ja, denk je dat die rekenlineaal kan nadenken? Ja, mijn rekenlineaal is slimmer dan ik. Want als ik 14 keer 25 moet uitrekenen, ben ik er heel lang mee bezig. Maar mijn rekenlineaal hoef ik alleen maar een beetje te schuiven en zie ik gelijk het antwoord. Ja, dat het goed overkomt dat atheïsme het allerstomste is wat je maar kan doen. Kan denken. En dan vanuit dat denken gaan leven. Hoi. En denk je dat God jou in leven wil houden? Omdat jij gelooft dat atomen, als er maar genoeg atomen bij elkaar komen in de juiste configuratie, met een heel geheime recept hoor, dan krijg je automatisch een celkern. En dat is allemaal na de Big Bang. Ik weet niet of het in de Bijbel staat, maar als ik eraan en mee had mogen schrijven, wat helemaal niet kan, want ik ben geboren in 1959. En de Bijbel was toen al, even kijken, 1959 min 100, dus 1859 jaar oud. Afgerond 2000 jaar. Dus ik heb daar niet aan mee kunnen schrijven. Had ik daar aan mee kunnen schrijven, had ik gezegd, onwetendheid is onvergeeflijk. En dat geldt niet voor mensen die echt niet kunnen nadenken. Want er zijn mensen die hebben heel, ja, heel beperkt IQ. En daar kan je niet aan verwachten dat ze dan de tangens van 35 graden kunnen uitrekenen. Laat staan dat ze weten dat de hele goniometrie een stuk handiger werkt als je werkt met het getal pi. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Los daarvan kan je weten dat materie niet kan nadenken. En waarom kan jij dan wel nadenken? Of ben je iemand van, ja, ik kan helemaal niet nadenken. Ik lijk eigenlijk heel erg op die karakters uit Monty Python en van Teletubbyland. Ik heb een tv in mijn buik en ik lul de hele tijd onzin, want zo hoort dat. Want ik ben maar materie en materie kan niet nadenken. Nee, maar je weet wel waar de supermarkt ligt, hè? En je weet wel dat als er op een pakje met een stuk bijna bedorven vlees, er zit een sticker op. En er staat een 3, er staat een 5, een heel klein nulletje, dan een schuine streep voorwaarts en een heel klein nulletje daar rechtsonder. Dan weet jij wel dat het 35% korting is. Oh, jij kan niet nadenken. Volgens mij wel. En als jij niet nadenkt, terwijl je dat wel kon, de oplossing voor dit raadsel is dat materie wordt veroorzaakt, wordt gestuurd, wordt gevormd door de geest. Dat zeiden ze. De Genesis, het boek Genesis, is 1400 jaar voor onze jaartelling. Dus 1400 plus 2017 is hoeveel?
Nou, gaan we even uitrekenen. 2017, dan doen we eerst 400 bij. Dus dan krijg je 2417. En dan nog 1000 erbij. Dus heb je 3000. Ik pak even mijn rekenmachine erbij. Want anders gaan jullie zeggen, ja, Perry, je klets maar wat. Maar ik kan nadenken. Dus 2017 plus, want die 1400 is voor de jaartelling. 1400 is 3417. Bij benadering. Meer dan 3400 jaar oud. Toen wisten ze dat al. In den beginne schiep God hemel en aarde. En waar ging God wonen? Dan moet je het Nieuwe Testament erbij pakken. Dat de discipelen vroegen aan Christus. Hoe zit dat met dat bidden? En dat Christus zei. Nou, regel 1 is. Doe dat niet opzichtelijk. En vooral niet repetitief. Dus ga jezelf niet in droom wiegen met aum, aum. Of zoals die Hare Krishna doen van Hare Hare, Hare Mare, Hare Hare, Hare Krishna. En dan gaat maar door. Dat slaat nergens op. En zeker niet bidden. Terwijl andere mensen toekijken. Uitzonderingen daar gelaten. Dat heette de kerk. En dan mag je samen bidden. Maar ga niet een of ander gigantisch gebouw maken. Met allemaal beelden erin. En dan allemaal samenkomen. En dan, oh, 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 wat hebben we weer meegemaakt. Niet doen. En dan vroegen de discipelen aan Christus, ja, maar als we nou willen bidden, wat moeten wij dan bidden? Nou, de Christus, als je per se wil bidden, wat niet zijn boodschap was, waarvan hij wel wist dat het zin heeft om in balans te komen. Met je eigen bestaan. Bid dan het Onze Vader. Ik pak hem er even bij op de King James. We zijn toch lekker bezig. Even mijn rekenmachine weg, want die hebben we nou al klaar. De type. Our Father. Waar is dat nou? Is dat Matthäus 5? Ik denk het wel. Dat is een gokje. Als het misgaat. Jurk Liesman is een echte Bijbelkenner. En die wist het al uit zijn hoofd. Ja, ik heb hem. Oh nee, dit is de fouten. Dit is de bergreden. Our Father prayer. Pray like this. Oké, en welk vers is het dan? Skip. Matthäus 6. 9 tot en met 13. Ik pak gewoon deze eruit. Eigenlijk moet je Matthäus 6 vanaf het eerste doen. En als je dat wil horen, dan kan je luisteren naar een Bijbellezing van Jurk Kliesman en ik. En mij.
Dan zegt hij, dat is Christus. After this manner, therefore pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Als Christus het heeft over onze Vader, daarmee bedoelt hij dat wij allemaal kinderen zijn van dezelfde. Dat wordt ook door die vrijmetselaars, Freemasons, Catholic idiots, heel mooi verwoord in die film de La Cité des Enfants Perdus. Kijk die film nou maar eens. En zie ook dat daar het all-seeing eye-symbol in zit. Best een interessante film. En al die kinderen zijn van dezelfde vader. Nou, dat zegt Christus dat dat zonder meer zo is. Er is geen onderscheid tussen de een en de ander. Behalve dat je kan zeggen, ja, maar die mooie vrouw, die heeft wel kalknagels op haar tenen. En die vind ik dan een beetje dat ik denk, nou, als je kalknagels hebt op je tenen, dan... Of dat je zegt van negers. Ja, de negers, ik weet het niet hoor. Ze zijn wel erg donker. En als ze dan lachen, hebben ze hele witte tanden. Ja, vind je het gek? Als je een zwarte huid hebt en je hebt gele tanden. Je ogen die adapteren aan die zwartheid. Dus die tanden worden alsmaar witter. Terwijl bij die blanke heb je dat niet. Maar daar kan je wel over lopen zeuren. Hè? Maar daar gaat het helemaal niet om. Want ook die neger. Of negert. Moet je, dat is het tegenwoordige woord. Voor mensen met een zwarte huidskleur. Dat is een kind van God. Dat is je broer. Of het is je zus. En wat is daar moeilijk aan? Wat willen jullie dan? Wat wil jij dan, mijn lieve kind? Onderscheid maken? Tussen wat? En er zijn mensen die zeggen van ja, je kan wel praten over een blijde boodschap en een positief gevoel, maar waar is het dan? Nou, zeg ik, mijn boodschap is toch duidelijk? Praat er geen vraas of zo? Het komt eraan. We hebben nu die tijd van de diversiteit en allemaal opstanden tegen elkaar en een ISIS tegen ISIL. Is er ook weer toch laatst in het nieuws geweest dat de ISIS heeft ISIL aangevallen. En allemaal bommen zijn er fout gevallen en toen is er een bruiloft gebombardeerd en gelukkig zijn er 43 kinderen de dood ingegaan. Heb jij weer wat leuks te lezen in je krant en blij te zijn met het feit van nou, gelukkig woon ik in Nederland. En hier heeft de ISIS geen strijd met ISIL. Nou, ga maar afwachten. Want het komt. Ook hier in Nederland. Want jullie zijn infidels. Jullie zijn ongelovigen. Wat denk je wat God met jullie wil? Kan jij je voorstellen dat Rembrandt aan het schilderen is en dat linnen doek dat werkt tegen? En hij doet die finale streep voor die neus van die stadhouder. En dan zit er een bobbeltje in dat linnen. En Rembrandt denkt van, kut. Dat is niet seksistisch bedoeld. Maar je kan je wel voorstellen dat Rembrandt dan had gedacht van, laat me zitten. Flikker dat hele schilderij maar weg. En dat doet God met jou ook. En dan kan je zeggen, nee, ik ben almachtig, want ik ben geboren uit mijn vader en mijn moeder.
Een onhoudbaar principe. En wil jij een Teletubby zijn in La La Land? Ja. Als je echt een Teletubby bent, je bent gewoon te stom voor woorden. Maar heb je een goede kans dat je er mee wegkomt. Maar had je het kunnen weten? You are fucked as hell. Het is maar beter om tegen iemand te vertellen hoe het werkelijk zit, dan dat je een leugentje om best wil verkoopt. Maar nou ja, je bent wel hartstikke slim, je had het allemaal kunnen weten, en je hebt het niks gedaan, je hebt een beetje homoseks lopen hebben, of op een andere manier lopen fornicaten. Ja, het hele leven is eigenlijk één groot carnaval hoor. Je moet gewoon een beetje werken in de supermarkt. En dan in het weekend, dan zijn we allemaal vrij. En dan gaan we pas echt niks doen. Denk je dat God daarmee tevreden is? Want God heeft die materie gemaakt. En dat weten die evolutionisten wel degelijk ook. Vraag maar aan een evolutionist waar de materie vandaan komt. Op zijn Engels, als je een Engelse atheïst ontmoet. Where does matter stems from? What is the cause of matter? Nou, dan gaan ze stotteren, jongen. En dan zie je pas hoe dom een atheïst is. Stel mij een vraag. Mag je nu doen, hè? Je mag nou op de YouTube ellende. Stel mij een vraag. En wil je mij live spreken over Skype? Doe het. En ik zeg dat God goed is. Ik zeg dat het woord goed is. Ik denk dat het woord bij God was en is en zal zijn. En dus is dat woord God. Dat is een taalkundige afspraak. How, even op zijn Engels, how hard can it be to understand? Hoe moeilijk kan het zijn om je daaraan te onderwerpen? En dat je potverdorie op je woord moet letten. De geest gaat vooraf aan de materie. En heel erg lang werd iedereen uitgelachen van wat een onzin zeg. Dus als ik maar wat denk, dan gebeurt het ook. Ja, inderdaad. Zoals Christus heel mooi zei. Hij die denkt aan overspel en begeerlijk kijkt naar een vrouw, die heeft al overspel gepleegd. Na, 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 na. Fuck you, sinners. Is dat jouw bedoeling, dat je overspel pleegt? Ik dacht het even niet. Ja, maar ik vind het heel erg lekker om mijn prostaat vanuit mijn anus te laten rubben. Een beetje eroverheen roggen en dan kom ik klaar. En dan denk ik, wat een zaadlozing. Ja, en wat? In het luchtledige. En dat zijn de tijden waarin we leven. Mijn kind, even tegen jou, mijn kind. Jij was toch ook op die kapperschool? Met al die ultimately gay persons? Wat heb je eraan? Stel ik je pussies. En denk je dat God dat van jou wilde? Denk je dat God die hele materiële rotzooi heeft geschapen? Wat een rotzooi is het.
om er een puinhoop van te maken. Ach, dan gooien we wat bommen op Irak en dan is iedereen weer blij. Nee. Van bommen op Irak word je niet blij. Het is de geest die voorafging aan de materie. De geest. Hoeveel de geesten zijn er? Nou, als je dat niet begrijpt, want je kan ook op zijn Nederlands zeggen, het was een geest die de materie schiep. Dat is fout gedacht. Dat krijg je logisch gesproken niet rond. Daarom staat ook in het eerste gebod. Ik ben de Heere uw God. Ik zal hem er even bij pakken, want ik heb hem netjes afgekort. Sorry voor mijn boertje. Kijk, ik kan vinden. Ja, gevonden. Ik ben de Heere uw God. Verwar mij niet met anderen. Zo is het. Er is maar één geest die de materie heeft veroorzaakt. En die houdt van ons. Het enige wat hij van ons verlangt, is dat wij ons houden aan zijn wet. Dat wij luisteren naar de profeten. Heb ik het over het oude convenant. Op zijn Nederlands convenant. C-O-N. En dan venant. Zoals je het met een V van Victor. Op zijn Engels is dat covenant. Zonder die eerste N. Overeenkomst. De oude overeenkomst was dat er 10 geboden waren. How hard can that be? Hoe moeilijk kan dat zijn om je aan 10 geboden te houden? Begeer niet dat wat van een ander is. Waarom staat dat daar? Waarom heeft God dat aan jou gevraagd en God tegen jou gezegd, want daar hou je je aan? Het is de handleiding voor je leven. En iemand die zegt, ja, ik ben van de 9 geboden, want het 2e gebod, en dat luidt, kniel niet voor een beeld, ik ben jaloers van aard. Nou, dat doe ik niet aan. Want ik geloof in kwantummechanica, en het is kwantummechanica all over the place, en het is allemaal toevallig. Soms ben ik dit en soms ben ik dat, maar die ken ik. Even tegen jou, mijn kind. Jouw moeder is dissociatief. De ene dag is ze waanzinnig en de andere dag is ze schijnbaar lief. Dat werkt niet. En het oude convenant, de oude overeenkomst, dat waren de 10 geboden en de verhalen van de profeten. Gedenk vooral aan de profeet Samuel. Wat wij, er zijn een groep mensen onder ons en die noemen zich de Joden. In de tijd van Mozes was dat het volk Gods. Het volk van God. Dat was omdat zij zich enigszins hielden aan de geboden. Nou, toen kwamen de Joden, hè, dat zeggen we dan, het volk Israëls, zeggen we ook wel.
gingen naar Samuel toe, dat was een profeet in die tijd, en die zeiden, wij willen een koning. Nou, dat is een goed idee, zeg. Not! En Samuel heeft dat gezegd. Maar jij bent een kind van de Heer, de Heere Heere, zeggen wij christenen. Je bent een kind van God. En God is de baas. En niet een of andere klojo. Die Billary Hinton heet. En wij maar doorgaan, hè. Oh nee, toch maar. Maar we hebben nou Donald Trump. En dat lijkt echt heel wat, hoor. Nee, dat lijkt helemaal nergens op. Stelletje stommelingen. En niet tegen jullie die naar mij luisteren natuurlijk, want jullie luisteren nog naar mij. Maar zeg dat tegen die andere stommelingen. Schel ze verrot. Nou, dat liep goed af, jongen. Want Samuel heeft gezegd, nou, als je dan echt per se een koning wil, dan neem je als koning de eerste die de stadspoort komt binnenlopen met een armoedig gewaad. Een shluba. Dat is Jiddisch, by the way. Een sloeber op zijn Nederlands. Een armoesaaier. Neem die maar als koning dan. En hoe liep dat af? Ik ga het niet verklappen. Ik ga geen spoiler alert geven. Ga je Bijbel maar lezen. Ik kan er ook niks aan doen. Ik kan er toch niks aan doen dat er een boek geschreven is, dat is fucking 3400 jaar oud. En mensen urineren daar overheen en lachen dat uit. Ze zeggen, ja, wij mensen, wij schrijven onzin, hoor. En dan refereren ze aan The Lord of the Rings. Ja, dat is ook onzin. The Lord of the Rings van J.R. Tolkien is totally bullcrap. Ja, maar je hebt nog andere boeken en er staat ook onzin in. En dan gaan ze dat extrapoleren en dan zeggen ze dat in alle boeken staat dus onzin, want ze hebben wel 35.000 boeken gelezen. Not natuurlijk. Er is geen hond die ik ken die J.R. Tolkien met zijn Lord of the Rings in de ban van de ring van kaf tot kaf begrepen heb. Want dat kan namelijk helemaal niet, want dat boek zit barstensvol met fouten. Je kan nog beter Dostojevski gaan lezen. Met ziekenzaal nummer 6. Dat heeft nog een beetje waarde. Of lees Albert Camus. Het spel je Camus op zijn Nederlands, met een C. Camus. Albert Camus, De Pest. Kijk, dat boek slaat ergens op. Maar het vertelt alleen maar van de lulligheid. Het vertelt niet waar dat antwoord ligt. En het antwoord ligt in de Bijbel. En dat heb je maar te accepteren. En als je dat niet accepteert, dan denkt God, oké, ik heb al die profeten op jullie afgestuurd, ik heb die wetten laten opschrijven, ik heb daarna mijn eigen geboren zoon gestuurd. Jullie hebben hem aan het kruis genageld en nog steeds begrijp je er niks van. En dat je niet mag stelen. Natuurlijk mag je niet stelen. Dan ben je gek, man. Punt 1, je krijgt ruzie met de overheid, want die zien jou gelijk als overtreder van een van de 10 geboden. En die denken van hoppakee, aanpakken die handel. Dat is het materieel effect. Maar los daarvan, als jij steelt en je wordt niet eens gesnapt, dan nog heb jij gestolen. Voor mij is het allemaal erg duidelijk. Steel niet.
Ik betaal mijn huur, ik betaal mijn gas, ik betaal mijn internetverbinding en ik betaal mijn bier in de kroeg. Met contanten en nooit op rekening. En ik ken die mensen hoor, die zitten in de kroeg, ze zuipen op rekening. En dan gaan ze aan het eind van de avond naar huis met een lekkere bedronken hoofd. En de volgende dag denken ze van, oh, de shit, die fuck. En dan gaan ze niet terug om de rekening te betalen. Dat heet diefstal. En hoe gaat het met die mensen die, waarvan ik weet dat ze in een aantal tenten, venues op z'n Engels, gelegenheden, daar mogen ze niet meer binnen. Nee, vind je het gek? Want ze zuipen en ze betalen niet. Dat heet diefstal. Het leven is echt heel simpel. Behalve als wij dom zijn. En dan mag je lekker dood. Want God kijkt niet meer naar jou. Er is het verhaal van het verloren schaap. Staat in het Nieuwe Testament. Daarbij moet je bedenken dat die schaapherder, die had 1 schaap van de 100. En die was de weg kwijtgeraakt. Dat is vergevelijk. Maar als jij een schaapje bent van zijn kudde en je gaat met opzet ervan door. Met opzet. Je gaat tegen die 10 wetten in, die hele eenvoudige wetten. Denk je dat God achter je aankomt? Ik denk dat jij de navelstreng hebt doorgeknipt op de foute manier. En dan is het over. Het is heel erg serieus wat er in de Bijbel staat. Dus ik hoop dat dit een beetje duidelijk overkomt. Nu ga ik overschakelen naar metafysica. Want die mensen, al die dombo's die graag de buurvrouw willen wippen tijdens carnaval. Of whatever. Echt breuk gepleegd hebben. Die willen maar door blijven feesten. En ze zeggen, nou, dat in de Bijbel staat, ja, het is maar een boek hoor. Ik ga gewoon lekker, en ik ga die woorden niet opnoemen. Maar ik weet al die woorden wel. Ik ga mijn eigen gang wel. Je bent niet interessant voor God. En ik ga om met mensen die hebben echt breuk gepleegd. Die hebben gestolen. Die hebben begeerd dat van een ander is. Ze hebben gelogen. Ze hebben valse getuigenissen afgelegd. Ze respecteren hun ouders niet. Ze zeggen de hele tijd, nu ga ik even parafraseren, maar ze zeggen de hele tijd, of ja, eens per week, dit is niet mijn woord, hè? Ik zeg het niet. Ik doe aanhalingstekens openen. God verdom mij. Aanhalingstekens sluiten. Er zijn mensen die zeggen dat. Dat hoor je niet te doen. Ja, tenzij je graag naar Auschwitz wil. Want waar is, ja, maar Auschwitz is opgeheven. En mag ik daar een Reinhardt kamp? Ja, graag. Ga naar Amerika. Laat je arresteren door de eerste beste homo-communist. En ga daar maar in een FEMA-kamp zitten. Loop het creperen. Het is niet ik die dat zeg, dat is wat God zegt. Want onze regering is niet de regering.
God regeert. En dan heb je je te houden aan die 10 geboden. Want het is God die de materie heeft veroorzaakt, die jou heeft geschapen. En ik praat niet tegen krokodillen of giraffes of olifanten of kakkerlakken. Ik praat tegen een mens, of niet? Of laat je je hond naar mijn praat luisteren. En dat je de hond dan later zegt, woef, 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 woef. En jij denkt, oh, hond. Al die vrouwen met honden, daar heb ik ook zo'n pesthekel aan. Want ik kan een man niet de baas, dus dan neem ik maar een hond. Pa! Ja, moppen, de moppen, de moppen, de moppen, de moppen. Ik zeg het alleen maar omdat ik weet dat mijn Heer, de Heere Heer, de Vader van Christus Jezus, onze Vader dus, die wil graag een resultaat, AUB. Het is zo. Ik kan er ook niks aan doen. Wat is het mijn schuld dat ik geschapen ben? Mijn dochter toen ze 4 was, en ze sliep altijd zo slecht. Er was 1,5 uur aan 1 stuk. En dan meh. En er was weer zo'n avond. En ik was alleen thuis, gelukkig. De moeder was lekker de stoep op. Dat was een stoepmoeder. Die was gelukkig buitenshuis. En mijn dochter kon weer eens niet slapen. Nou, dat was een goed bericht, want ik wil graag mijn tijd nemen om als een kind niet wil slapen en gaat huilen, om dat helemaal te ontladen. En dan kost het maar 10 minuten of een kwartier, voor mij pas 1,5 uur. En haar stoepmoeder, die had zoiets van, nou, als een kind niet wil slapen, dan moet je dat in 3 minuten oplossen. Nou, zij was gelukkig met Peter Bosman. Had ze een seksuele afspraak, dus die was weg. Dus ik was lekker alleen thuis. Ik dacht, mooi zo, ik heb even mijn tijd. Hè? Dus ik heel rustig naar beneden lopen en ik vraag aan mijn kind, van WTF, you are crying. Dat was Engels, hè? Netjes Nederlands, waarom huil je? Nou, zei ze, ik wou dat ik nooit geboren was. Nou, toen werd ik boos. Ik speelde boos. Ik ben natuurlijk niet boos op een kind van God. Ik moet daar wel de goede kant op leiden. En klagen over het leven heeft geen enkele zin. Had je liever geen leven gehad? Meen je dat nou? Wat ben je van homo in de slechte zin van het woord? Ben je een pussy? Ik wil geen pussies als kinderen. Ik wil mensen die rechtop staan. En zij had een dipje. En ze was 4. Dus wat moet ik dat kind kwalijk nemen? Maar ze wilde dat ze nooit geboren was. Nou, dacht ik, nou, dat is niet echt mijn probleem. Ze kan zeggen van, ja, maar pap, jij hebt mama zwanger gemaakt. Je bent medeverantwoordelijk voor mijn ongeluk. Nee, natuurlijk niet. Helemaal gek geworden. De koeien zijn best mooi, maar niet als je kijkt naar de anus terwijl ze de staart omhoog doen en dan komt die bruine drap eruit. Dan kijk je achterstevoren naar een koe. En jouw bestaan, lieve lieveling, en vertel dit ook aan degene die jou achten. Jouw bestaan was gewenst. En waarom denk je dat?
Waarom heeft God gezegd, gaat heen en vermenigvuldigt u? Waarom heeft God laten opschrijven, zo moet je het zeggen, en dus gezegd? Waarom? Nou, hij is de creator van de materie. Hij heeft jou geschapen naar zijn evenbeeld en jij gaat aan de slag. Hoeveel werk denk je niet dat het was voor de Heere Heere om die hele soepzooi hier voor elkaar te krijgen? Zodat wij 9-11's kunnen gaan kijken op tv en dan knabbelen wij een kaasstengel. Was dat het? Nee. Je bent een kind van God. Je bent een schepper. Je houdt je aan de wetten. Je luistert naar de profeten. En als je het Oude Testament uit hebt, dan ga je beginnen met het Nieuwe Testament. Het Tweede Convenant. Ja, maar ik lees liever de Dhammapada van Boeddha. Ja, dat lijkt me ook, ja. Nijntje gaat naar het bos. Met oranje bomen. Echt heel spannend. Want er komt Nijntje, komt een konijn tegen. En het konijn is blauw. Dick Bruna heeft heel veel humor. Kan ik je wel vertellen. Maar het is niet wat de Bijbel is. Dus, mijn lieve kind. Zoek een man die de Bijbel wil begrijpen. En een man die een elektrotechnicus is of een timmerman. Zoiets. En hou je aan de consensus, het consensuele, het geloof waarin wij racisme, seksisme, individualisme totaal ontkennen. Koningen, de nieuwe wereldorde, de oude wereldorde, I don't effing care. Dat laatste was Engels. Het interesseert me niet. Jij bent een kind van God. Jij bent veroorzaakt door God. Alles wordt gemaakt door God. Ook de dingen waarvan wij zeggen, wat een kutkind. Nou, ik kan jou vertellen, ik hou het liefste van kutkinderen. Vooral als ze nog een beetje jong zijn. Je hebt ook kutkinderen en die zijn 40 of 50. Ja, laat maar zitten. Daar valt niet meer tegen in te gaan, want zij hebben gezondigd tegen de heilige fucking geest. En dat ga je niet doen. Want dan ben je dood. Het is onvergeeflijk. Dus dit ter jullie informatie. En voor de rest houd ik ontzettend veel van jullie, lieve luisteraars. Jullie hebben een kans. Ook al heb je gezondigd tegen de Heilige Geest. En je hart is verhard. Je krijgt uiteindelijk een knal van de Heere Heere. En dan is je been eraf. Of zoiets. En dan komen de waterlanders, dan komen de tranen, la 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 la. En misschien dan nog. Het is aan jou hoor. Jij bent de master van je eigen universe. Jij bent de heerser van de manier waarop
waarop jij naar de wereld kijkt. En als je het woord wat 3400 jaar oud is, negeert. Niet het allerbeste idee. Dit ga ik volgende vrijdag allemaal aan mijn dochter vertellen. Ik ga een lekkere preek houden. Hebben wij 3 weken geleden, 4 weken geleden ook gedaan. Straatvoedsel kopen. Het kost geen drol. Wat patat. Een Thaise soep. In zo'n kartonnen bekertje. We gaan naar het Sonsbeekpark. Of we gaan naar de rivier. Dat zou kunnen. Misschien wel een andere kant op. En dan ga ik naast haar zitten. En dan ga ik haar dit ook vertellen. Dat God van haar houdt. Zij is geboren met een opdracht. Je kan niet zeggen dat ik haar verwekt heb. Het was God die dat wilde. Een kwestie van overschakelen. En jezelf terughouden. Niet de hele tijd lopen mopperen. Nou, mijn uitkering is niet binnengekomen en nu ben ik boos. Ja, you go F your own ego. Dat was Engels. You go F your own ego. Probeer het maar eens. Wees geen zwakkeling. Wees een kind van God. Wees heel krachtig. Wees optimistisch. Rach er dwars doorheen. Want deze wereld is nog niet klaar. Er komt nog heel veel meer. En helemaal voor de lol ga ik nog eventjes de bergreden erbij pakken. Matthäus, nee, dat is niet die. Ik bedoelde, wacht eventjes hoor, alsjeblieft. Hè? Pak hem er even bij. Er zit dan, of haar, even denken. Zijn. De onwetende, die laat ik maar pakken. De armen van geest, die begrijp ik. Even kijken. Matthäus. Matthäus 5, vers 3. Matthäus. Ik heb zo'n leuke, ja, tegenwoordig, dat me zo verbeterd, hè. Dat is ook het werk van God. Dat wij dus gewoon via internet, gewoon helemaal gratis. Want vroeger moest je een Bijbel kopen. En de eerste Bijbels, die kostten een jaarsalaris van een aristocraat, hè. En tegenwoordig kan je de Bijbel lezen voor niks. Ja, 5 euro, nee, 20 euro per maand met je internetverbinding. Maar als je naar een internetcafé gaat met je smartphone, dan kan je het gratis lezen. Een gratis leven. Begrijp deze eens even. Dit is Matthäus. Dat is het eerste evangelie. De eerste blijde boodschap. Daarvan hoofdstuk 5. En dat behelst de bergrede. En er staat in vers 3. Gezegend zijn de armen van geest.
want zij beërven het koninkrijk der hemelen. Op zijn Engels, blessed the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. En dat moet je zijn. Je moet geen verstand hebben van God. Daar moet je niets mee te maken hebben. Al die stomme priesters, die kunnen hun eigen... Meestal zijn priesters mannen. En die stoppen hun eigen... Ik mag niet vloeken. Ik wil helemaal... Maar al die mensen die dan beweren van... Ja, ik weet hoe het zit en dit en dat. Dat is helemaal niet waar. Het is de geest die de materie veroorzaakt. En dat ga je nooit wetenschappelijk kunnen bewijzen. Tenzij je een Uri Geller bent. Dat is een soort tovenaar. En die kon dan lepels buigen. In de Matrix komt het ook nog naar voren. Je kan beter maar niet weten. Je kan beter maar beseffen dat er een grens is aan je weten. En wat er buiten je weten valt, daar heb je geloof in. Erg ingewikkeld. Ik maak me nu al zorgen over hoe mijn dochter dit zal moeten gaan verteren. Maar ze krijgt van mij streetfood... En we gaan naar het Sonsbeekpark of naar de rivier. Wij lopen samen, wij kijken dezelfde kant op en niet in elkanders ogen. Van die simpele tips. Nou, en op zijn Duits, want ik ken ook Duits. Ik kom uit Amsterdam, maar ik ken wel Duits. En in Duitsland heb je ook heel veel Jiddische... Nee, in Amsterdam heb je heel veel Jiddische mensen. Daar komen wij wel uit. En jullie ook. Want dat zal wel moeten. Je bent tot leven gekomen met een opdracht. En wat jouw opdracht is, dat weet ik niet. Ik heb het liefste dat je je eigen keuzes maakt. Ik heb het liefste dat ik jou niet tot advies dien. En je houdt je aan die 10 geboden en wat Christus Jezus verder zei. En in de volgende uitzending ga ik de bergrede bespreken. En tot dan zeg ik op zijn Duits. Tjus. En dag lieverds.